Ja, dan de première van Sint, de veelbesproken horrorfilm van Dick Maas. Die was vanavond in het Muziektheater in Amsterdam. Door al het gedoe over de film de afgelopen tijd, vooral omdat de filmposter te eng zou zijn, zijn de verwachtingen bij de aanwezige BN'ers hoog gespannen. Over deze poster wordt nu al weken gediscussieerd. Regisseur Johan Nijenhuis vindt de horror-Sint op de filmposter niet kunnen en stapte zelfs naar de reclamecodecommissie. Daarmee zorgde hij voor boze reacties bij de regisseur van Sint, Dick Maas, en hoofdrolspeler Huub Stapel. Bij de première vanavond wordt er dan ook veel over de poster gediscussieerd. Vind je die poster niet kunnen? Ik vind hem wel kunnen. Ik vind hem ook heel mooi. Ik had er ook voor gekozen. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje overdreven. Voor mij mag die poster daar prima hangen. En ik vind het ook helemaal niet erg om de draak te steken nu met Sinterklaas. Kinderen kunnen wel wat hebben. Daar ben je als ouder ook bij. Dat je zegt, ah schat, dit is natuurlijk een grapje. En dit is, hè, dus ze kunnen wel wat hebben. Ik vind het volstrekte onzin. Ik vind het echt belachelijk. Wat vind jij van alle commotie rondom de poster? Ik vind het een beetje overdreven. Ik kan me best voorstellen dat er kinderen in Nederland zijn die er een beetje van schrikken. Maar als je goed naar de poster kijkt, dan zie je van een afstand helemaal niks. Het is gewoon een donkere Sinterklaas. Door alle commotie heeft de Sint-film van Dick Maas wel heel veel gratis publiciteit gekregen. Ja, dat kan je niet beter wensen. Dus wat dat betreft, dat is allemaal wel goed gelukt dit keer. Heb je Johan ook nog uitgenodigd voor de première? Volgens mij stond hij wel ergens op een lijst, ja, maar ik weet niet of hij komt. Sommige BN'ers twijfelen zelfs of de ruzie van Dick en Huub met Johan wel echt is. Ik denk dat het gewoon heel slim is. Het is gewoon gehyped natuurlijk. Ik weet niet of Johan voor Dick werkt, maar dat zou ook nog kunnen. Iedereen vermoed ik dat Johan Nijenhuis in een Sinterklaaspak op rij 1 zit. Laat ik je dit zeggen, dat is niet zo. Ik heb het gevoel dat Dick Maas gewoon Johan Nijenhuis een paar ruggen heeft gegeven op de tafel. Ja, ik vind het een briljante actie. Sint draait vanaf 11 november in de bioscoop.